De Federatie voor Afrikaans Ranamang, die jaarlijks een suite Watra houdt op het Onafhankelijkheidsplein, adviseert de samenleving om dit jaar planten uit eigen tuin te gebruiken. Vanwege de COVID-19-pandemie kan de federatie voor het eerst in 26 jaar geen publieke suite Watra houden. Iwan Wijngaarden, voorzitter van de federatie, zegt dat het gaat om schoonhouden van het eigen lichaam. Het is jouw lichaam die je ergens een bad wil geven of je hoofd. En dan moet je kijken naar dingen die je leuk vindt. Camilla, je kan anesiviri, is sterkriekend ook. Je kan korsuviri nemen. Een lampo kun je zetten in dat water. En dan maak je een bad, je laat het een beetje, een paar uren in dat water laat je het. En dan kan je gezicht wassen mee of je lichaam baden mee. En je doet je wensen. Het gaat om een wens die je uitspreekt. Wens is heel erg belangrijk, want je wenst dat je het lichaam verschoond wordt. Nare gedachten en ideeën die je hebt in je hoofd, dat ze verdwijnen. Dat er ruimte gemaakt wordt voor positieve dingen. En dat je op zo'n manier het nieuwjaar ingaat. Wijngaarden haalt verder aan dat het niet alleen belangrijk is om ons lichaam schoon te houden, maar ook onze omgeving en ons huis. Dat is heel erg belangrijk. Je moet je voorstellen, als je erg vuil is, is het een broedplaats voor ziektekiemen. Maar gewoon traditioneel is het dat het aansluit op de wereldgedachte. Je erf schoonmaken, je huis goed schoonmaken, vrij van alle mogelijkheden dat ziektekiemen zich kunnen ontwikkelen. En dan je lichaam reinigen, je lichaam gaan wassen, je mind schoonmaken. Dus het houdt in je werkplaats ook, als je een werkplaats hebt. Ik heb bijvoorbeeld hier de tuin, maar mijn werkplaats heb ik ook helemaal goed schoongemaakt. En ik heb vanmorgen een lekker bad genomen. Heerlijk, en met al mijn goede wensen uitgesproken voor het nieuwe jaar. En dat alles in het oude jaar achterblijft. Iwan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang. We spraken hem vandaag in de botanische tuin Prakwaki.